De aanleiding dat ik het woord tot jou richt is de brief die jij mij stuurde op 25 juni, jongstleden, waarin je aankondigde per 15 juni te verhuizen naar Soest. Van maart 2010 tot mei 2014 en van maart 2018 tot 15 juni 2019 ben jij raadslid geweest in de gemeente Haaksbergen voor jouw partij D66. En in de periode van mei 2014 tot juni 2018 was je wethouder. Bovendien was je gedurende verschillende raadsperiodes jarenlang actief als burgerlid van de raadscommissie SOCW, Samenleving en Middelen en Bestuur. Daarnaast was je van 2010 tot 2014 fractievoorzitter van D66. Je staat bekend als een raadslid dat haar werk altijd goed voorbereidt en met een scherpe blik kijkt. Het is een blik die anderen ook aanzet om bij de les te blijven. Je krijgt tijdens jouw goed onderbouwde betogen met veel politiek gevoel de volle aandacht in de raadzaal. Vanaf 15 juli ben jij geen inwoner meer van Haaksbergen, maar van Soest. Dicht bij je kinderen en kleinkinderen. Het is bij een afscheid altijd aardig om mooie woorden te horen. Mijlpaal passeren, nog eens de revue en de schouderklop neem ik in dankbaarheid aan. Ik kijk met voldoening terug op mijn tijd in Haaksbergen. Na 29 jaar wonen in deze mooie gemeente zal het best wennen zijn in mijn nieuwe omgeving, maar ik kijk er naar uit. Naast het fijne wonen heb ik inderdaad heel wat bestuurlijke stappen gezet bij diverse organisaties en sinds 2002 ben ik de politiek gaan meedraaien. Ook daar kijk ik met veel plezier op terug. De kansen die D66 mij geboden heeft door te groeien tot een wethouderschap heb ik erg gewaardeerd. Het politieke handwerk in de gemeenteraad heb ik echt moeten leren. Het gaat niet altijd over de inhoud, waar ik van ben, maar ook over politieke verhoudingen, over belangen en zelfs over persoonlijkheden. En het gaat niet altijd goed in de gemeenteraad. We zijn een democratisch orgaan dat de belangen van onze gemeenschap vertegenwoordigt. En daar dienen wij als raadsleden correct mee om te gaan. Behandel elkaar met respect. Luister naar elkaar en realiseer je dat ieder vogeltje gedekt is, het zingt zoals het gedekt is. Doe ook eens aan zelfreflectie en kijk af en toe eens in de spiegel. Ik heb voor jullie een kleine symbolische attentie. Een vogeltje op een spiegeltje. En als je dan in de spiegel kijkt en dan nog eens kniphoogt, dan weet ik zeker dat jullie nog eens aan die ene van de spiegel zullen denken. Het gaat jullie goed. Dank je wel. Hey, gefeliciteerd, hè? Ja, dankjewel. Zie je op Koningsdag. Ik heb het niet zo. 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 Ik he